Mark Hoevermans, de deal wordt gesloten met BMW. Dan lijkt mij het eerste wat je doet is een auto uitkiezen. Maar dat heeft u nog niet gedaan. Nee, klopt. Ik ben hier ook vandaag om auto uit te kiezen. Fantastisch zijn we blij met 4 jaar partnership met BMW en Breeman. En Breelies. Breeman, mooie Rotterdamse partij. Ook in 1908 opgericht. Dus we gaan vanaf vandaag 4 jaar met elkaar aan de slag. Zijn er heel erg blij mee. En ik ga het pand niet verlaten voordat ik zelf ook een auto heb uitgezocht. Wat moeten we dan denken? Achter u staat een hele mooie rood-witte wagen. Misschien iets te opvallend om daarmee inderdaad niet door Rotterdam te rijden, maar door de rest van Nederland. Wat voor auto zou u willen hebben? Nou, ik ben nog niet heel erg bekend met BMW, dus ik ga zo eens rustig kijken. Maar ik heb geen idee welke modellen er allemaal zijn, dus ik laat me straks graag van advies voorzien. Binnen Feyenoord loopt dat natuurlijk een beetje uiteen. We hebben de staf, de spelers en ook een aantal personeelsleden die in een BMW gaan rijden. En zullen nu tussen juli en begin augustus uitgeleverd gaan worden. Daarbij hebben we natuurlijk wel een paar vaandeldragers, zeg maar. De trainer, de aanvoerder, die zullen allemaal in een mooie BMW gaan rijden. Maar uiteindelijk zullen alle auto's mooi zijn, ga ik vanuit. Het is een fantastisch merk. Dus er zit wel verschil in per speler, per staflid, zeg maar. Ja, je kan uiteindelijk een keuze maken. Mm-hmm. Ook daar heeft iedereen een budget. En de een vindt een hoge auto mooi, de andere een lage auto, de andere een sportuitvoering. Weet ik wat er allemaal is. Het is natuurlijk ook wel een beetje heel erg persoonlijk wat je uitkiest. Dus ik heb ook geen idee wat de keuzes allemaal zijn. Iedereen wil de grootste, toch? Nou, dat volgens mij niet eens. Sommigen willen een kleinere sportmodel of een hogere auto, makkelijker met instappen. Familiewagens. Ik ben zelf wat ouder, dus misschien een hogere auto. Familiewagens ook nog een keer, stationcar, ja of nee. Dus er is zoveel keuze, maar we zullen straks zien welke auto's naar buiten gaan rijden ergens eind juli. Hoe is het tot stand gekomen? Uiteindelijk Opel na heel wat jaren hoofdsponsor, ook autosponsor, ja. Stopte ermee met jullie te sponsoren. Hoe is dit tot stand gekomen? Ja, Opel na de tweede keer dat ze terugkwamen zijn natuurlijk al een 80-jarige sponsor geweest. Na 11 jaar moesten we helaas mee stoppen. Wij konden destijds nog 3 jaar met Opel tekenen nadat ze hoofdsponsor af waren. En overgenomen door een Franse partij, Peugeot Citroën. Nou, die willen niks met voetbal te maken hebben, dat weten wij al 1,5-2 jaar. En dat contract liep nu af, dus wij zijn op zoek gegaan naar een andere partij. En kwamen hiermee in het Rotterdamse terecht via Breeman met BMW in contact. BMW Nederland en Breeman willen graag meer in het voetbal doen. Zijn ook al bij onze collega's van Sparta aanwezig. Dus wat dat betreft sluit dat net in Rotterdam zich mooi met BMW. En zijn we aan tafel gegaan en konden we uiteindelijk 4 jaar, is voor ons ook fijn, geeft een stuk zekerheid. En uiteindelijk een goede commerciële deal kunnen sluiten met een fantastisch merk, wat iedereen kent BMW. Breeman, mooie Rotterdamse partij, 1908, Feyenoord 1908, dus we waren daar snel uit. En mooi dat dat gelukt is. Iedereen was het wel over eens dat Opel en Feyenoord, hè? Dat was een soort twee-eenheid, het past ook goed bij elkaar. Ja. Gaat dat met BMW ook, hè? Misschien een wat duurdere auto, zal dat ook zo die wissel werken? Het is natuurlijk een ander segment dan Opel, kunnen we eerlijk in zijn. We allebei Duitse auto's, goede kwaliteit, hè? Duitse puntlichtheid of groenlichtheid. En wat dat betreft is BMW net even wat anders, maar ik denk kwalitatief, ja, gewoon ook een supermerk. Wij kijken ook natuurlijk wat er bij Feyenoord past. Nou, die passen zeker bij elkaar. Breeman, daarbij heb ik ook gezegd, passen goed bij elkaar. 4 jaar contract is voor ons ook belangrijk. Dus ik denk dat alle voorwaarden in ieder geval geschapen zijn om er een mooi partnership van te gaan maken. Hoe belangrijk is dat zeker in deze tijd, hè? Met de coronacrisis? Ja. Jullie moeten allemaal bezuinigingen doen, iedereen. En dat er dan toch zo'n partnership eigenlijk uitkomt. Ja, die vraag kan je natuurlijk wel krijgen. God, had je dan niet of met Opel of met andere kleinere auto's? Nou, uiteindelijk kijken wij natuurlijk wel wat voor Feyenoord de beste deal is. Daar zitten wij ook voor. En konden wij met Breeman en BMW de beste commerciële deal sluiten. Dus die levert uiteindelijk bottomline Feyenoord het meest op. Ja, en dat het dan toevallig BMW is en dan gesteund door Breeman, dat maakt het wat dat betreft alleen maar mooier. Zullen wij de komende jaren moeten laten zien dat wij dat ook richting Breeman en BMW waard zijn. Daar hebben wij alle vertrouwen in. Maar uiteindelijk was dit gewoon de beste deal voor Feyenoord.